lastig met name afscheid in Noord-Frankrijk, toen je heel erg blij was. Die laatste week heb je op euforie uitgereden. Nou, nee, want het was toch heel erg lastig en heel erg zwaar. We hebben het net al een pak met de jongens over gehad. De tour is heel erg snel gegaan. En maar gewoon iedere dag gebeurde er wel iets en waren we ergens mee bezig, zeg maar. Dus daardoor was het was gewoon heel druk. Vreet het je op? Ben je op? De laatste paar dagen wel, maar vandaag ging het op zich wel weer. Ik heb mijn meisje net weer gezien en morgen de andere twee jonge meiden. En daar kijk ik wel naar uit en dan geef ik me weer energie. Is het anders Parijs binnenrijden als ritwinnaar? Ja, zeker. Ik bedoel, die rit is een droom dat uitkomt. En ja, voor mij is het de mooiste rit in de Tour geweest, denk ik. En voor heel veel andere mensen ook. Dus dat maakt het wel heel erg bijzonder. Ja, je wint een grote rit in de Tour. Een etappe waarvan je weet, daar wordt in het peloton nog heel lang over gesproken. Verandert je dat als renner, als mens misschien ook? Nou, ik hoop het niet. In principe niet. Dat hoeft ook niet, denk ik. Ik heb er nu eindelijk een toeretappe bij en daar heb ik lang naar uitgekeken. En daar kunnen we gewoon lekker op verder de komende jaren. En daarna nog gewoon je werk kunnen doen, want daarvoor was je ook mee naar Frankrijk. En dat bleek vooral vrijdag hier in Nauta kwam ook nog. Ja, vrijdag Lau goed kunnen helpen met een voorwiel en later zelf terug kunnen komen en terug kunnen brengen naar de hele truigroep. Dus dat was goed, maar eigenlijk heel de Tour hebben we met heel de ploeg supergoed samengewerkt en was dus weer goed. En wat ik al zei, 3 weken zijn heel snel gegaan en dat komt ook omdat het alles goed ging, denk ik. En nu, een kort nachtje en dan Boxmeer, stip uit Kaam. En Wateringen. En dan San Sebastian. Ja. Wanneer horen we iets over je toekomst? Dit is niet het moment om te vragen wat je gaat doen, maar misschien wel om te vragen wanneer we iets horen. Weet ik niet, moet ik even met management over hebben. En ik denk dat begin augustus wel een keertje gecommuniceerd zal worden.